dames Trien Askes, Jantje Bruins-Wesseling, Grietje Veenen, mevrouw Vugteveen, de Geus, Pep Doornbos, mevrouw Wesseling-Vugteveen, Vorsteveld-Paters, Drok, Van Oenen, Wechter, Bos, Pals, Gorter en Jansen. Duidelijk herkenbaar is vroedvrouw Jana Hof. Deze mevrouw heeft meer dan 4000 baby's gehad. Dan gaan we naar de Christelijke Vrouwenbond. Afdeling Nieuw Amsterdam van de Hervormde Kerk. We herkennen de dames Topma, Otter, Omvlee, Kuik, Siegers, Duursma, Keulen, Drok, Groot, Doornbos, Rozenboom, Hendricks, Hadders, Tiedema, Jansen, Bultje, Van Buiten, Verweda, Van de Vinne en Karsijns. De brandweer in actie. Solex Bettes de Poel. Er moet een brand worden geblust. Aan belangstelling ontbreekt het niet. Het is natuurlijk heel leuk om een keer in het publiek te spuiten. Onder de brandweerlieden herkennen we de Poel en Vossenbelt, die door een wenk aangeeft dat men de brandmeester is.
hier het postkantoor. Met als postbodes onder andere Andries Jonkers, Postema, Bijman, Jonker en Vugteveen. Op de bank zien we zoon Harry van de kantoorhouder met zijn vrienden. De postkantoorhouder heet Narsen en naast hem staat de heer Reder. In beweging de gymnastiekvereniging DOL, door oefening lenig. Sportleider Jurri Weerman. We zien hier bokspringen, springplank, ritmische oefeningen met onder andere Grietje Jacobs en Dini Hoofs. Bij de koprol van de heren zien we onder andere Henny Bergmeester en Wene Kroesen. De andere gymnastiekvereniging van het dorp heet Olympia, die verschillende oefeningen laat zien, waarbij onder meer de volgende dames in actie zijn. Ali Hendricks, Dini van der Vinnen, Margien Visser, Mies Trok, Margien Zondag, Ginny Middel en Rennie van der Vinnen. Hier worden de duiven opgelaten. De jongen rechts met stropdag, dat is Jan Tippe. De duiven worden losgelaten. Bij de optocht staan met de fiets mevrouw Guitenbos en mevrouw Lautenbach Moes. Bij de paarden Koert de Wolde en Dini Tietema. Nu volgt er een défilé waarin vele verenigingen zich presenteren. We zien onder andere Bertus Otter, Roelie Tietema, Luc Soet, Broer Baas, Bert Drumband, Albert Jacht, Gesines van Oenen, Dirk Visser, Bertus Middel en Jacob Aardema. Van de dames van Olympia herkennen we onder andere Cindy Middel, Treintje Keen en Yankee Lok.
Hier komt de mandolinevereniging, onder andere vertegenwoordigd door Hilly Boer, Eb Jonker, Jan Tienes Mulder, Bene Kroese, Margie Nijland en Ricky Kuip. In het vervolg van de optocht wandelen onder andere de volgende dames en heren voorbij. Henk Wesseling, Rieks Bunskoek, Klaas van Vazen, Jan Schuiling, Klaas Jacobs, Roele Stoffers, Dirk van Wieringen. Dames Annie Stophorst, Roelie Zevenberg, Fenna Schuiling, Sika Meijer, Treintje Visser, Titia Vos, Annie Mepsen, Dina Vos, mevrouw Boer Krikken, Fanny Groenhof, mevrouw Van Oenen, Jannie de Groot, Aaltje Reinik Mulder, de heren Hendrikus Keesimaat, Roef Boer, Harm van de Velde, Nantko Kuizinga, Roelof Landlust, Eduard Reinink, dames Lammy en Janke Bakker, mevrouw Bos van Slagenbos, de dames Idema, Rotman, Jacobs, de Vries Posuma. Hier zien we de ponykar met op de bok Kuper. Ook de brandweer is present. Er is belangstelling genoeg voor de optocht. In het publiek herkennen we onder andere de volgende mensen. Berend Kuik, Grietje van Jans Lok, Gine Veenstra van Aalst, Hendrik Schonewille, mevrouw Hogeveen met dochter Manna en kind en schoondochter Janna, Bertus Otter, Rieks Vugteveen, Tijmen Mepsen, Albert Smit, Anne Plat, Klaas Mierlo, Jaap Jacht, Marietje van der Velde, Willemien Wiggering, Margie Jacht, Geesje Lubberink, Geertje Lunenborg, mevrouw Bruinstra, Willy Zevenberg en de schipperszoon Bouwmeester. Over de brug wordt de optocht vervolgd. En hier zien we onder andere Treintje Hobers, Freek van der Veen met dochter Lammy, Harm van der Werf en Chris Swiers, Meester Strating, Henny Matena, Annie Lautenbach, Wietse Hof, Renze Heuving met vrouw, dochter en zoon, Dina Wesseling, Sientje Diphoorn, Klaasien Zets. Deze drie jongens van de Vries zien het helemaal zitten. Achter hen het jongetje Heuving. Maaike Lunenborg met bril. Daarachter Anne Veenstra. Arie Piek en Grietje Piek Groothuis. Met vaandel loopt Rientje Keen. Daarna zien we nog onder andere Willy Drok, de dames Hogeveen, Joustra Emming, Sieben Kiewit en Opo Kiewit. De jonge mannen Bert van Huffelen, Karel Denneboom, Ru Prins, Willem Jager. We zien nog een keer Vloedvrouw Hof. De man met het meisje voor de fiets is Hendrik Schonewille. Duidelijk herkenbaar met hoofdband mevrouw Ali de Haan met haar schoonzuster. Henk van der Veen met zijn vrouw Tietje voor de winkel. De dames Estra en Wechter en mevrouw Fledderus Doevendans, inmiddels 101 jaar. Kas Visser en zoon Roelof Visser, het echtpaar Geert en Fenna Raven. Tegen het hek met op de achtergrond de schoenenwinkel Hendrik Kruisinga met zijn vrouw. In de deurportiek Johannes Karsijns, Anton Karsijns, mevrouw Karsijn. En hier weer de ponykar met Kuper. De laatste beelden laten Café Dijkstra zien met mevrouw Dijkstra, Arendje Oldenkamp Dijkstra, het jongetje Jan Dijkstra en mevrouw Van Gulik. Dit deel van de film dateert uit 1967. We zien de vaart Noordzijde. De bus die bij dit plaatsnaamwoord van Nieuw Amsterdam hard wegrijdt, is waarschijnlijk de filmbus. Hier zien we de woning van de heer Strating. De gereformeerde kerk met pastorie.
De man met hoed die we hier zien is de heer Eppo Westra. De mevrouw met bril en ruitjesjurk is mevrouw Westra. Op de ladder Johannes Blok. Deze mevrouw met bril is mevrouw Jantje Blok Doornbos. Voor de garage zien we mevrouw Bruna Wanders Veldman. De mevrouw links voor de deur is mevrouw Pepping Verwij. Mevrouw Annie Rappes-Mepsen rent vlug naar binnen. Met het donker haar zien we mevrouw Roelie Braamdoek. Voor het hoekraam poseert Janna Veldman. Voor de camera moet het haar natuurlijk nog even netjes. Aan deze school, de VCLO, wilde men de naam Johan Calvijn School geven. Dit is echter niet doorgegaan. Meester Wesseling kijkt toe bij het bokspringen. Rechts van hem staat meester Staal. Meester Wesseling geeft aan dat hij ruimte wil en gaat ook springen. Hier zien we Jacob Pekelsma. De jongen die zijn tong uitsteekt is Willem Bouwman. De meester met het kalende voorhoofd is al genoemde meester Staal. Het meisje met het witte vest is Harma Vugdeveen. Touwtjes springen. Meester Wesseling en meester Staal kijken toe. Bij het kringspel herkennen we de meisjes Klaassen, Harma Doek en Maria Otter, juffrouw Omvlee en meester Staal. Bij de kinderen die een kring vormen zien we onder andere Helena Ottens en Swani Tip. Dit is de kleuterschool aan de Vaartmoordzijde. De kinderen spelen aanplak. Juf Kupke de Vries. Spelen in de zandbak. In de kruiwagen zit Harry Rabbes. Een prachtige kar met al die banden op elkaar. Het jongetje met de grote cowboyhoed is Hans Otter. Juffrouw Bultje toont haar mooiste lach voor de camera. Wild zwaaiend nemen de kinderen afscheid van de filmploeg. Hier zien we de Marechaussee-kazerne aan de Vaartsoordzijde. Naast de school het huis van meester Wesseling. Het tweede is van architect Bos en daarnaast dat van Lunenburg. Een klein huisje is van Wemmenhoven. De klapbrug aan de Maginewijk. In de deuropening de heer Blanken en zijn vrouw. In het kantoor Lini Rotman. De hervormde kerk aan de Vaartzuidzijde. De vrachtwagen van de firma Hoving staat aan de straat. Mevrouw Grees Steenbergen Hoving poetst de auto. Hans Kamping. Hier zien we de tweeling van Hans en Jitske Kamping Gort. Mevrouw Roelie Misker Hilbers met haar baby. De klapbrug met het brughuis van Casey Maat op de achtergrond. De vrouw met de stippeltjesjurk is de vrouw van Gerrit Misker. De klapbrug over de Vaart. Graven Bello Vugdeveen. Mevrouw Annie Alting Germes en mevrouw Henny van der Werf. Hier weer de kazerne. Dit zijn de heer en mevrouw Joesten. Mevrouw Drok. De mevrouw met het hondje is Sien Schuiling Moes. Jan Vugdeveen senior knipt de heg. Thomas Klok en mevrouw Klok. Hier de trambrug aan de Vaartzuidzijde. Dit is mevrouw Baas. Klaas Zandje bij zijn auto. Het fietsenrek van Heren Confectie.